De dag van het leerlingenvervoer is een dag voor vakgenoten. Een dag om elkaar te treffen, om te netwerken, maar vooral ook om dingen in de randen van ons vakgebied mee te krijgen en te horen. Het centrale thema wat vandaag besproken is anders kijken. Veel mensen met een visuele beperking die ons mee hebben genomen in hun wereld en hebben verteld over tegen welke dilemma's ze aanlopen, maar ook welke kansen en mogelijkheden dat biedt. Ilona was een van onze sprekers. Zij heeft ons verteld over haar reis naar zelfstandige mobiliteit, zelfstandig leren reizen en hoe belangrijk dat voor haar is. Zelfstandigheid is heel belangrijk in mijn leven, want als ik bijvoorbeeld reis met openbaar vervoer, dan heb ik wel zoiets van, ik wil het allemaal zelf kunnen en onafhankelijk van iedereen zijn, want ik wil net als ieder ander mens kunnen zijn en me gewoon zelf kunnen voortbewegen wanneer ik dat wil, waar ik dat wil en hoe ik dat zelf wil. Mijn boodschap was aan de medebezoekers van dat je altijd jezelf moet blijven van wat er ook gebeurt. Ook al gaat er iets fout, trek jezelf zelf niet terug in je schild, maar laat jezelf zien in wie jij in werkelijkheid bent. Doe het desnoods overnieuw en ga gewoon net zo lang door totdat je eigen doelen hebt behaald, want iedereen is uniek op zijn eigen manier. En ieder heeft zijn eigen beperking en ook al heb je dat, je bent gewoon mooi, dus laat het gewoon zien aan de wereld. Iedereen is bijzonder. De deelsessie van Ilona gaat over een jonge dame van 16 jaar. Zij heeft daar uitleg over gegeven over het halen van mobiliteitsdiploma's. Dat je routes uit je hoofd moet leren. Ja, gewoon omdat je niet kan zien waar je bent en waar je heen moet. Dat is heel bijzonder om te zien. Ze heeft een ontzettende drive en een reden waarom zij heel graag bijvoorbeeld wil reizen met het openbaar vervoer. En wat zij allemaal daarvoor moet doen om dat te kunnen leren. Wat ik in principe gewoon hoop dat de bezoekers met mijn input gaan doen, is dat ze gewoon erover gaan nadenken en dat ze erbij stil hebben gestaan. En dat vind ik in ieder geval al het belangrijkste. Dat ze in ieder geval een beetje weten van wat ik aan ze wil meegeven. En ik hoop dat hun een beetje geïnspireerd heeft om positief te denken en positief te blijven denken. Nou, zeker voor een meisje van 16 die met een boodschap komt van ook al lukt iets niet, blijf het proberen, zet door. Sowieso een mooie boodschap, maar helemaal van een meisje van 16. Vond ik heel bijzonder, ja. Dit was de 7e keer dat we de Dag van het Leerlingenvervoer hebben georganiseerd. En ik ben er ook van overtuigd dat het bestaan van de Dag van het Leerlingenvervoer ook meer status geeft aan het vakgebied zelf. En daarmee hoop ik stiekem ook dat het meer gezien wordt en ook meer die erkenning krijgt die het nodig heeft en ook verdient. Zelfstandig reizen zijn we in het leerlingenvervoer heel erg aan het stimuleren. Dat gebeurt landelijk. En Ilona is daar echt een fantastisch voorbeeld van.